Welkom bij de grafconfigurator van goedkope-grafstenen.nl. Ik laat u in een paar stappen zien hoe u zelf een graf kunt samenstellen, oftewel configureren. U begint bij stap 1. Selecteer graf, oftewel een basis. U heeft 5 categorieën waar u uit kunt kiezen. Dubbel graf, dubbele zerk, enkel graf, enkele zerk of de staande gedenkstenen. Als voorbeeld pakken we een enkel graf. U ziet hier verschillende basismodellen. Als u met uw muis hier overheen gaat, ziet u ook direct de prijs. In het voorbeeld kiezen we EG4 uit. We klikken het aan en we krijgen vervolgens een keuzemenu om de letterplaten die hierop kunnen aan te kunnen klikken. In dit geval gaan we voor de LP04. U klikt deze aan en u ziet direct het 3D-model op de basis terechtkomen. Om naar de volgende stap te gaan, drukt u op volgende rechts onderin, de groene pijl naar rechts. Bij stap 2 selecteert u de verschillende steensoorten. Met de scrollbalk kunt u naar onderen de verschillende steensoorten bekijken. Door een steensoort aan te klikken, verandert u de hele steen in deze steensoort. U kunt ook de verschillende onderdelen van het monument aanpassen. Bijvoorbeeld alleen de banden worden aangegeven met paars. Wilt u deze een andere steensoort, dan is het ook mogelijk. Bijvoorbeeld de dekplaat. En zo kunt u uw monument zelf helemaal naar wens samenstellen. Als u erbij klaar bent, drukt u op volgende rechts onderin, de groene pijl naar rechts, om naar de volgende stap te gaan. We zijn nu bij stap 3, het plaatsen van uw opschrift. Om een opschrift op de steen te plaatsen, drukt u op de groene knop Pas opschrift aan. U krijgt vervolgens hier een selectievak waar u de verschillende opties kunt invullen. Bijvoorbeeld wilt u uw letter goud of zilver. Wilt u de geboorte en de dag van overlijden weergeven of niet weergeven? Ook kunt u natuurlijk het lettertype aan. Klikken. We gaan de voorbeeldsteen even invullen. Op regel 1. Voor altijd in ons hart. Mijn lieve vrouw. Onze zorgzame moeder en oma. Marie Jansen. Geboren op 12-03-1942, gestorven op 12-11-2006. Als u hier op het knopje sluiten drukt, ziet u dat de tekst in de grafmonument is geplaatst. Door erop te klikken, kunt u de tekst zelf een positie geven. U selecteert grofweg waar u de tekst wilt hebben en u kunt het later perfectioneren en er details aan toevoegen, bijvoorbeeld bepaalde tekst vergroten, zoals de naam. Door op een plusje te drukken kunt u de tekst vergroten. Als u tevreden bent met het resultaat, drukt u op volgende. U bent nu bij stap 4, door een ornament te plaatsen. U kunt met de scrollbalk, zoals u inmiddels gewend bent, de verschillende ornamenten bekijken. En door een ornament aan te klikken, ziet u het ornament ook in de op de steen terechtkomen. Kunt u hier met het plusje en een minnetje kunt u het ornamentje kleiner en groter maken en door het vast te pakken en te slepen kunt u het ornament de gewenste positie aangeven. In dit geval willen we deze twee ornamenten
U drukt weer op volgende als u tevreden bent. We zijn inmiddels aangekomen bij stap 5. De laatste stap waarmee u het grafmonument zelf kunt samenstellen. Bij de accessoires gaat het erom dat u lampen, lantaarns, kaarsen en vazen en andere extra's bij uw bestelling kunt plaatsen. Bijvoorbeeld de graflantaarns kunt u aanklikken en u krijgt een overzicht van allemaal verschillende graflantaarns. Door met uw muis eroverheen te gaan ziet u direct de prijs van elk accessoire. Door aan te klikken ziet u de technische gegevens, de afwerking en u kunt deze door het knopje voeg toe plaatsen in uw winkelkaartje. We willen ook nog een binnenvaas. Voeg toe. En deze is toegevoegd. Als u klaar bent met de accessoires uitkiezen, klikt u op het knopje volgende, weer rechts onder in de hoek. U bent nu aangekomen bij de laatste stap, stap 6. Dit is het overzicht. Hierin staan alle producten en extra's die u bij uw bestelling heeft geplaatst onder elkaar staan. De prijzen staan eronder en u kunt het totaalbedrag zien. Als u eventueel doorgaat tot het aankopen van dit monument, ziet u ook het aanbetalingsbedrag er staan. Dit is altijd 10% van het geheel. Als u verder wilt en u wilt meer informatie over dit product, drukt u op het knopje vrijblijvende offerte. U krijgt vervolgens een pop-upje waar u uw naam in gaat vullen, uw straat gaat invullen, postcode gaat invullen, woonplaats gaat invullen, telefoonnummer gaat invullen en het e-mailadres gaat invullen. Als u het heeft ingevuld, drukt op opslaan en het graf wordt automatisch opgeslagen en komt in uw e-mailbox terecht. U kunt dan twee keuzes maken. U kunt direct doorgaan tot het aanschaffen van het product. Uiteraard zullen we dan eerst even contact met u opnemen over de rest van de zaken. Of u kunt het venster sluiten en in uw e-mailbox de instructies verder rustig nog eens nalezen. Zo ziet uw e-mail eruit als u een graf heeft geconfigureerd. U ziet nog even een overzichtje van het product en uw gewenste model en uitvoering. Een van onze medewerkers zal in deze dagen contact met u opnemen om bepaalde zaken met u te bespreken. Mocht u daarna overgaan tot het aanschaffen van deze steen, dus het bestellen hiervan, dan kunt u op de groene knop klikken. Klik hier voor het online afrekenen. Als u hierop klikt, dan kunt u vervolgens nog eenmalig uw contactgegevens invullen, maar ook belangrijke gegevens die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld de naam begraafplaats, soort begraafplaats, de gemeente, naamrechthebbende, etc. U kunt via twee manieren bij ons betalen. U kunt 10% aanbetalen via de iDeal of u kunt 10% aanbetalen via de bank overschrijven. Een van onze medewerkers zal u daarbij helpen. Alvast vriendelijk bedankt.